Rek Chimanga. Gewonnen met 2-1 in de slotminuten. Ja, dat wel. Een heerlijk gevoel. Dus ik denk, ja, 3 punten zijn binnen en dat was het belangrijkste. Je was erg goed aan het voetballen en toen werd je na 55 minuten vervangen. Hoe kwam dat? Ik was uitgeleden bij die actie en ik voelde iets in mijn adductor. En ik heb meteen aan Kenneth gezegd, zeg tegen de coach dat ik last heb. Ik kon eigenlijk, ja, verder doen, maar die risico wil ik niet nemen. Dus ik zit nu in een goede flow. Dus ik heb denk ik ook op tijd aangegeven. Het is niet erg, het is gewoon wat stijf geworden. Maar ik ben wel op tijd gestopt. Ja, ik denk dat weinig supporters dat weten waarom je vervangen werd. Hè. Het was niet duidelijk, want je mankte niet. Maar ik voel het toen ik de bal aannam dat wel trekte. En dan heb ik gelijk gezegd om te wisselen. Want je bent heel goed bezig de laatste weken. Ja, dat wel. En ik heb het vertrouwen van de coach. En de ploeg draait ook momenteel goed. Dus. Dat is denk ik makkelijker om goed te presteren als speler zelf. Nu volgende vrijdag weer een moeilijke match, want gemakkelijke matchen zijn er niet, hè? Naar Tubize? Nee, zijn er inderdaad niet. En dan gaan we het weer proberen te winnen. En we moeten gewoon naar onszelf kijken en dan zien we waar we eindigen.